Deze oefening gaat over de gevolgen van toerisme en dan met name in de toeristische enclaves in de ontwikkelingslanden. Daar heb je te maken met milieuproblemen en ook de effect op de werkgelegenheid en economie. Nou, laten we beginnen. Welke nadelen zijn er in de toeristische enclaves? Zijn dat economische nadelen, nadelen voor het milieu of sociale nadelen? Natuurlijk allemaal. Is de lokale bevolking altijd blij met de komst van rijke westerse en Aziatische toeristen? Nee, het gaat ook ten koste van de eigen leefomgeving. Wie stimuleren de aanleg van toeristische enclaves in ontwikkelingslanden? Nou, dat zijn de overheden, ook de lokale overheden. Welke toerist levert meer op voor de lokale bevolking? Een rugzaktoerist of een toerist in een resort? Nou, dat zijn beide ongeveer evenveel. Waarbij let je op bij duurzaam toerisme? Je houdt rekening met de wensen van de plaatselijke bevolking en je zorgt dat de natuur niet onherstelbaar wordt beschadigd. Wat is cultuurverpesting? Dat is minder respect hebben voor de eigen cultuur. Noem een paar milieunadelen in toeristische enclaves. Bijvoorbeeld aantasting van het koraal, verdwijning van de natuurlijke begroeiing, modderstromen die extra voorkomen en waterschaarste, dus allemaal. Kunnen minder toeristische gebieden profiteren van de regionale ongelijkheid? Nee, want jonge mensen trekken naar de toeristische enclaves en die gebieden raken in verval. Wat betekent spin-off? Dat betekent dat een hele economie van een gebied ervan profiteert. Welk beroep in het toeristisch gebied valt onder indirecte werkgelegenheid? In dit geval bouwvakken. Nou, je kan je kennistesten zelf in dit spel. Bekijk de beschrijving voor de link. Luister naar, abonneer je op GGV.